De inheemsen van Hollandse Kamp die zijn ernstig boos omdat er gronden zijn uitgegeven aan derden in het gebied van de Hollandse Kamp. Vandaar dat ze dan vandaag de weg welke werd aangelegd voor de percelen hier die zijn uitgegeven, hebben de mensen dan de weg afgesloten en verder hebben zij dan protesteren zij tegen wat er hier gebeurt in hun grondgebied. Wij van TBN Prime Alert zijn er ook op locatie en hebben er gesproken met de kapitein van Hollandse Kamp. En jij is hier naar Hollandse Kamp naar een witstand die demarkeer. Dat lukt bij Oude. Jana Schoenpressie, Ja Oude. Jana Vliegveld, Ja Oude. Lukt bij de Oude demarkatiegebied. Ja. Dat ja demande. Dus de mannen in hun gebied, maar zolang aan wet nog erkend, dat bijna de mannen weer kunnen een kaart eten. Maar hun doen voorwerk ba. Te at de sofara, dat u abon kaart ba. En dan zomaar je bedoelt de man? A overheid. A overheid moet sabi dat u abon liefgebied, hun en liefgebied in die markering ba. En wie is bezig open te stoten? Een stichting. Aher gebied ja. Wat pakasi in hun liefgebied. Ude nu in hun liefgebied. En agi uit in. Lek van foto's met in perceel. Perceel geven weg. Groen gie weg. In stichting vorm. De man gie weg. Verschillende stichtingen kiezen. En dat in de smaak groen. Pe desmai prani. Pe we go onti. Pe we go fisi. Telek drape de man teki. Die geven uit. En op die gebied dat de, zou de man geven weg? Mino man geven aan 1 hectare, maar Sami sabi wel a stichting ja na 3 hectare, dus bieden alle grond zou geven uit na 3 hectare. En dat hij komt in de grond voor deze man. Zoek ja, kwantra, kwant platte grond. Jure ik in Otmar Mendelssohnstraat, toch? Ja na a recreatie a oot, ja. 16, dan vanaf uku, luku ja, jana pe unu de jana unu. Dan if amandis opo, dan amandis sekon, di sekon, dan jade gronde, jan Hollandse Kamp de. Dan ude in gevaar. Ude in gevaar. Dat na a situatie, daarom ude ja, voor trekken media aandacht. En of doet rasani voor vernietig of sa, voor belet waman voor ook. Wat lek fouchi dat de school toe kon, omdat de heren dat die weer ballet sma voor roko, de man op weer roko niet eens. En als sprak na a DC bedetaki, zolang uno tak na a DC, de man op maar roko. Maar if achteraf je go kar de man sa abi wel, fu ma roko go doro, maar in een kara doras postier. Da in een teru nu, daarom utaki uan media aandacht, mek serana sabi, mek gron tapu sabi, fa de behandel ingi, fa gralanti e behandel ingi. Toch? Uno na binnenland bewoners. En dat is dankzij de binnenlandbewoners aparte ko bigiso toch. Dat ondersteunen nu toch, die una bekken toch. Dat we actie, takwa tak na nga uno. En vanaf ote de man begin broka busi? De man begin broka wang pasi, apasi disi. Mus leide go tego mit pe de gurong kisi. Dat na vorig jaar november, utap de man, no de man oroko godoro. Da ayar fayar opo, da de man dis begin tak de opo. Dat utap de man. Dus die staan recent. Dus u bent sabasan vanaf november. Vanaf november. Maar dat zei de wachting. Dus die november u sani u stop de man. Dat u stel Gralanti in kennis. A districtscommissaris. Toch? U stel reageer. A districtscommissaris. En de instraning. U stel meneer Mendelssohn. Voor Brokopondo. DC Mendelssohn. En bij de waarnemer. En u stel in kennis. De man zijn smakong, bestuursopzichters, kong, voor checken situatie, de man maakt de rapport, de man sap a situatie. A bedoeling bij de tak, te wans ma fa u stop de man, wans ma moest melden de e antog, wan opdracht geven toch. Da ubo tak na ngas marati, da ubo gua DC fugoluk, ubo go suku leti. Wat uno besabi ook tu, di u stop de man, tak na so menggerong gig ja uit. Da baka da tu go onderzoek, da u si tak na so menggerong gig uit. Toch? En dat u wacht die, de man doet niks origen taki, de man sabi taki, de man de in hems gebied en de molibas en zo. Maar dat in januari de man staat baka.
dat utak je niet, dat was ook aandacht. FDC no een tak naar UNO, dat was ook aandacht en we geven aan. Ja. Maar social media aandacht, of gaan jullie nog andere stappen ondernemen? Ja, dus intussen Frida, om minister voor ruimtelijke ordening, zijn karunu, dat we tak naar in. En de verschillende organisaties, ja ook toe, waaronder mij vertegenwoordig a regionale organisatie voor Para, dat na OSIP. En abestuur de ja, je hebt kapitein Freddy Dotti, je hebt kapitein Poaka, je hebt kapitein Fubigi Poika, en je hebt amma orga, a voorzitter van moederorganisatie voor nu, dat is mevrouw Muriel Fernandez. De ja ook toe, voor kraka unu baka inastri ja. En agroleti, dat na a keren voor asani. Zolang agro unu kies unu groleti, wat dan ab de probleem ja? Onrechten de ingevaar. Ja, dus jullie staan er niet alleen voor? Nee, we staan er niet alleen voor toch. Jullie krijgen die ondersteuning wel? Ja, en UNO is de samenwerking boom. We kiezen ondersteuning, omdat UNO nou wang, zolang jullie daarop zo... zolang jullie daarop zo... jullie automatisch verbonden naar FITS. Jullie naar FITS ook toe. Maar FITS op mijn dagelijks bestuur en naar voorzitter, Kap Muriel Fernandez, en naar Asmasa en geleiding drapen. En ik ben bang dat ik de man zou kiezen voor de grond. Ik heb de man voor de fara voor het inheemse gebied. Ik kan ook een beetje tandrapen dat ik een beetje bakajari heb. Ik heb een beetje prani of mobowa of zo. Ik heb een beetje zoet mikiri of een beetje koud. Maar ik heb een vrede liefde. Toch? We takanga de man. U konja, u bekan tapasi toch? U si tak de sanat ne uroko. Toch? E ingiftun, de wakaf albina kota foto. An uroko uk tuta tanga tide di agletino konto. Din potisis en somelisi. Next na uroko toch? Da wo suken trafasi. Fano ide dorpu, da wo uroko, wo karde sanifu nu. Wo uroko na kulturu nu. Misschien de man begin haar grenspaal, de ben naar grenspaal man. De pas de begin pot de grenspaal, maar lek van mij verstaan. Teu kisi bereidsverklaring waarschijnlijk de stand die zie grenspaal, de stand is moest bepotig, maar dus mina sabi mina man begrepen is revi. Dus unu lek pers ook toe, mina ugo onderzoek, ugo aksa DC, sana sa epsa drape precies, toch? A onderzoek moet staan voor unu lek pers ook toe, voor go informeren is dat die unu. Dat na unu boskoputide. Ja. Uw naam graag? Jubitana Sergio, daarop zo van Hollandse gaan. Dank u. Vervolgens de voorzitter van de FITS, mevrouw Muriel Fernandez. Nou, ik keur het helemaal af wat er hier gaande is op Hollandse kamp. En het is niet alleen hier, er zijn nog meerdere dorpen die zulke dingen ook in hun dorp voorkomen. Ja, waarop wijst dit? Zegt u dat men dit wederom een schoon voorbeeld is van dat men geen respect heeft voor de grondrechten van de inheemse? Ja, daarop dat gevoel geven ze ons. Mm-hmm. Dat er geen respect is voor de inheemse gemeenschap. Wij zijn de eerste bewoner en dan, ja, ik eigenlijk moet ik, kan ik u niet veel vertellen, maar als u rondom u heen ziet, dan ziet u grenspalen bijvoorbeeld. Het heel stukje is ontbos, er zijn wegen gemaakt en dat is geen goede ontwikkeling voor ons. Ja. En vanuit uw organisatie, wat mogen de mensen verwachten? Nou, we gaan dit niet zo laten. Ik wil niet ook prijsgeven wat we gaan doen. Maar we gaan het niet zo laten. We gaan strijden tot het bittere eind. Ja. Toen u hiervan in kennis werd gesteld, ja, wat heeft u toen gedaan? Nou, we hebben eerst met het dorpsbestuur gesproken. Ik heb ze de gelegenheid gegeven om met de gemeenschap te praten. Want uiteindelijk gaat het om de Hollandse kamp. En de gemeenschap moet ook hun mening en input geven in alles. En dan kreeg het dorpsbestuur weer opdracht om verder te onderhandelen. En zo hebben we dan, of tenminste het dorp heeft besloten dat ze vandaag hier komen bezetten. En het is hun goed recht om dat te doen. En wij gaan dan vanaf morgen kijken hoe we de overheid gaan benaderen. Om ook aandacht te vragen hiervoor. Ja, maar hebben jullie al enig zicht van waaruit de uitgifte heeft plaatsgehad? Nou, zoals u weet hoe het altijd gaat, zo is het gegaan. Maar alleen komt het niet bij de inheemse gemeenschap. Wij worden niet betrokken, beslist in zo'n uitgeven. En ja, dat is eigenlijk een probleem voor ons. De betrokkenheid is er niet in deze.
Dus je wordt wakker en op een gegeven moment hoor je machines achter je huis of in het dorp. En dan zijn er mensen die aan de bel trekken. En dan kom je kijken en dan kom je dit zien wat niet goed is. Ja. Begrijpt u? Maar het is vaak zo gebeurd dat de gemeenschap geen betrokkenheid heeft in zulke gronduitgifte, dat mag ik wel zeggen. Ja. Maar wat ik niet zo goed begrijp is, er is een recreatieoord en een weg en mensen hebben gewoon via het recreatieoord de gebieden hier dus gehad. Ja, als je ziet is het niet, het is aan de zijde van de recreatieoord gebeurd. Er is een kriekje en daar hebben ze de gelegenheid om naar binnen te komen. Het is niet via de andere kant waar het dorp is, maar ze hebben gewoon hun weg gevonden. Dus gewoon een bypass gemaakt. Ja, een bypass gemaakt. En dat heeft u ook daar net gezien hoe het is gegaan. En dat is wel verregaand, zegt u. Dat is verregaand. Ja, helemaal. Vooral voor ons. We hebben het al moeilijk in het land. En als de overheid alles uitgeeft wat we hebben, dan hebben we niets meer. We proberen te surviven met wat we hebben. Wat we hebben gehad van onze voorouders. En dat willen we goed gebruiken. En het is jammer dat het zo moet gebeuren, maar wij zeggen, we gaan nu bundelen, we gaan met alle dorpen praten. Er zijn 54 inheemse dorpen in Suriname en dit gaan we ook met ze bespreken en kijken van waar we dan, hoe we dan verder kunnen gaan om een einde hieraan te zetten. En ook nog kapiteins van andere dorpen die de actie ondersteunen. Men vraagt aan de overheid voor de zoveelste maal, geven zij aan dat zij de grondrechten van de inheemsen respecteren. Want dat blijkt elke keer weer niet het geval te zijn zoals dat nu hier is bij Hollandse Kamp. Ik ben kapitein van Redidotti, mijn naam is Marcel Stuger. Goedemorgen, ik ben Serge Sabayo, van kapitein van Polka. Ja, goedemorgen. Ik ben kapitein Yunakame Ifaneldo van Bigi Poika. Ja, als kapiteins, wat vinden jullie van dat heel gebeuren nu hier? Nou, op de eerste plaats een grote bedreiging naar onze omgeving. Het is van belang dat wij voornamelijk van de vis en jacht leven. En niet iedereen heeft de mogelijkheid om zeg maar van het andere gebruik te maken. En dat wordt nu bedreigd door het geval hier wat de Hollandse Kamp plaatsvindt. En het is noodzakelijk dat we elkaar ondersteunen, omdat het waarschijnlijk nog niet in mijn dorp gebeurt, maar we moeten in ieder geval dan alert zijn. Het is een signaal dat wordt gegeven dat in feite geen enkele dorp hiervan gevrijwaard is. En in dat kader hebben we gezegd dat we elkaar moeten ondersteunen. Dus vandaar onze aanwezigheid vanochtend hier. Uw reactie, heer Sabayo, op hetgeen hier gebeurt? Helemaal, we zijn hier ook voor de ondersteuning, want we voelen ons ook bedreigd. Niet alleen hier, ook van al de dorpen, al de inheemse dorpen van UGV, dat onze grondrechten nog niet zijn erkend. Gaan we dit blijven krijgen? En we willen van hieruit ook de overheid oproepen om ons werkelijk het heel serieus aan te nemen, want we gaan het hierbij laten. We gaan ook ons met elkaar samen onze strategie uitdenken om het op vreedzame wijze toch een goede signaal te geven, zodat we onze erkenning toch krijgen om dit te voorkomen. Ja. Uw reactie graag. Zo, ik ben hier vandaag op de Hollandse Kamp. Dit is eigenlijk wat ik verwacht, maar met alle respect naar de overheid toe, dat je binnen ons woon- en leefgebied, dat je de man mag liever beschikking van derde. En dat we niet accepteren, maar dat je we kon de kapitein voor de dorp ondersteunen aan proces voor Hollandse Kamp. En dit is ook een pekamoro, omdat de reden waarom. Alle jaren dat je over grondrechten vraagt, stuk grondrechten, maar ook een fitting. We hebben dat die. De man komt niet doen. En dat de man moet maar respecteren over dat proces. Dat en het is wel eens naar overheid toe, met de man ook in een beschikking, die derden binnen hun woon- en leefgebied. Dus daarom ik wil ik kapitein voor binnen para en alle de 53 dorpen binnen Sernang. Wabif knapu tapi letino under the modus ade wana uno and this uno ma peka met alle respect komite over it taki this no kang and make them a hope for liver grown deck by saying for leaf and uno habit we zijn er te kom als in onze gronden afvat maar moeten mama en papa jagen en planten maken om ons te verzorgen
Wanneer wij later volwassen zijn, waar moeten wij jagen en bouwen? Wij vragen u blijf af van onze lief- en woongebieden. Dank u.